Je wilt een betrouwbare, toekomstgerichte wifi-oplossing inkopen voor je school. Is het helder welke behoeften je hebt? We zetten de vragen op een rij die je aan je leveranciers kunt stellen om voor jouw school een passend voorstel voor wifi te krijgen. Hierbij raden we je aan te kijken naar de totale kosten. Zorg dat je bij meerdere partijen offertes opvraagt om prijzen te kunnen vergelijken waar ook die bekabeling naast de wifi in zit. En laat ze dan ook een voorstel maken wat rekening houdt met de groei die de komende jaren zichtbaar zal zijn. Zodat als er apparatuur bijgeplaatst moet worden, dat het al duidelijk is wat dat kost en dat het ook bij de eerste installatie, dat er al rekening mee kan worden gehouden. Zodat je eigenlijk meerjarig weet op welke kosten je moet rekenen. Vraag leveranciers als onderdeel van hun voorstel ook gelijk uit te leggen hoe ze de wifi gaan inrichten en hoe het straks te werk gaat bij het beheer. Bij de inrichting kies je natuurlijk voor verschillende toegangen op wifi voor je eigen mensen, de leerkrachten, voor leerlingen en misschien ook voor gastgebruikers zoals ouders of andere mensen die soms op school komen. Bij het beheer gaat het er vooral om bij het toevoegen van nieuwe apparaten helder te hebben hoe dat werkt en dat je ook weet hoe snel storingen zullen worden opgelost. Ik zie in de praktijk toch vaak dat een school één offerte opvraagt en dan doe je jezelf, vind ik, tekort. Je kunt geen prijzen vergelijken, maar je kunt ook niet zien of de ene leverancier misschien met een interessanter voorstel komt wat beter bij je school past dan een andere leverancier. Vraag je leverancier ook naar aansluiting op EduRoam. Deze gratis onderwijsvoorziening hanteert strenge veiligheidseisen die zorgen dat je veilig en zonder aanmelding direct gebruik kunt maken van wifi van collega-onderwijsinstellingen. Wil je meer weten over wifi op jouw school? Kijk op www.kennisnet.nl.